Zoals altijd hoop ik een kort filmpje te maken. En altijd loopt het enigszins uit de hand. Dan wordt het toch op 5 minuten. Iedere keer gaat het over een onderwerp wat mij interesseert. En wat ik dan van internet heb gepakt veelal. Een aantal filmpjes bekeken. Dat samenvoeg en dat ik iets over zeg. Maar het fijne weet ik er ook niet van. Het is meer stof. Als u zegt, nou dat interesseert mij, ga gerust verder zoeken. En kun je mij een beter antwoord geven? Daar sta ik altijd voor open. Dus ik weet het ook niet. Zeker over het onderwerp dat we vandaag gaan behandelen. Tardigrades. Ik heb het een en ander op papiertje geschreven aan opmerkingen. Dus ik kijk af en toe even weg. En dan kijk ik naar mijn papiertje. Een tardigrade. Of ook wel genoemd een waterbeertje. Het is een organisme van een millimeter of kleiner. Je hebt er een microscoop voor nodig. Het zijn bijzondere beestjes. Het lijkt op een rupsje. Het heeft 8 poten. Ze hebben klauwtjes. Ze hebben een mond. Ze hebben spieren. Ze hebben een zenuwgestel. Ze hebben een extreem harde huid. Ze kunnen een vacuüm overleven. Ze kunnen 120 graden Celsius overleven. Ze kunnen 272 graden onder nul hebben. Uitgerekend het maximum zou zijn 273 graden Celsius, oftewel 0 graden Kelvin. Nou, tegen die temperatuur dat overleeft een volwassen tardigrade. Nou, wat ik al zei, een vacuüm. Men heeft ze de ruimte ingestuurd. En verdikken, dat overleefden ze. 1000 atmosfeer druk kunnen ze overleven. Ze kunnen enorme dosen straling overleven. Ultraviolette straling, ze kunnen alles overleven. Het is één groot mirakel. Dus waar komt zo'n beestje vandaan? Biologen staan eigenlijk met hun handen zitten ze in het haar van wat is dit? Er zijn er die zeggen een tardigrade komt van Mars. Maar als ik van de evolutietheorie uitga, dan zijn wij ook sterrenstof. En als wij uit het universum komen, en de tardigrade komt uit het universum, en er is tot op dit moment geen familie gevonden van de tardigrade, dan is het iets wat ons voor een raadsel stelt. Ze worden vaak gebruikt om de ruimte in te gaan. Of ja, het is een wonder. Het is niet, ik weet niet wat je ermee moet. Ze gaan de ruimte in en overleven dat. Het is een heel wonderlijk spul. Nou, dat was hem voor vandaag. Tot de volgende week.